aflevering van Lab 6, de wekelijkse jongerenpodcast, waar we elke week twee bijzondere gasten hebben. Vandaag hebben we te gast Mimoun Ouled-Radi en Eli Spier. Beiden gaan we het gesprek aan over de week van de jonge mantelzorg. We gaan de straat op voor de straat praat. Ik zou zeggen, blijf kijken. Mimoun, welkom. Dankjewel, Abid. Eli, welkom. Dankjewel. In de uitzending. Eli, zou je jezelf willen voorstellen aan iedereen die thuis kijkt? Je kort beschrijven wie je bent en wat je doet. Ik ben Eli, ik ben 17 jaar. Ik werk in een snackbar en ik doe nog school, 4 HAVO zit ik nu. Oké. Okay. Wat heeft ervoor gezorgd dat jij jonge mantelzorg bent geworden? Eigenlijk omdat ik bij mijn oma ben gaan wonen toen ik klein was. Daardoor moest ik automatisch voor haar gaan zorgen. Dus, ja. Oké. Okay. En hoe is het eigenlijk om door je oma grootgebracht te worden? En hoe voelt het voor jou nu om voor haar te zorgen? Ja, voor mij, ik zie mijn oma eigenlijk hetzelfde als andere mensen hun moeder zien, denk ik. Want ik woon er al mijn hele leven en zo. Dus ik denk niet dat het voor mij heel anders is. Alleen, het is wel, ik denk dat het wel anders is dat ik ook voor haar zorg. Zeg maar, dat ik ook heel veel dingen voor haar doe. Dat het wel meer in balans is, zeg maar. Dat ja. Zij doet dingen voor mij en ik doe dingen voor haar. Ja. Mimoun, jij bent ook mantelzorger geweest. Kun je daar misschien wat over vertellen? Ja, ik ben niet echt mantelzorger geweest. Maar zoals Eli heb ik een zieke vader gehad. En je weet dat ouders in binnen de islam heel belangrijk zijn. Dus ik zag het niet echt als een mantelzorg. Maar ik zag het een beetje als mijn plicht om voor mijn vader te zorgen. Ja. Gelukkig deden mijn broers en zussen ook wat. Jullie hadden meer een verdeelde Nou, niet echt. Taak. Ja, verdeeld. Alles erop en eraan. Maar ik vond het mijn taak om voor mijn vader te zorgen. Ja. Eten geven, verschonen, douchen, noem het maar op. Alles, alles moest, want hij was niet meer mobiel. Nee. Wat heeft jouw oma, Eli? Ze is niet ziek of zo, maar ze is best wel oud. En ze loopt met 2 krukken. Dus lopen, dat kan niet echt. En alles gaat gewoon veel langzamer en moeilijker. Heb je hetzelfde gevoel eigenlijk ook als wat Mimoun eigenlijk net beschreef? Of eigenlijk noemde van ik doe het gewoon zonder erbij na te denken? Ja, ik denk dat het inderdaad wel zo is dat je niet echt ziet als mantelzorger. Het is niet alsof je een baan hebt of zo, dat je voor iemand moet gaan zorgen. Het is meer gewoon, het is zo en ja, het is gewoon wat je doet. Krijg je betaald? Nee. Maar wist je dat wel niet kon? Willen. Nee, maar wist je dat heel veel mensen voor hun familie zorgen een beroep hebben? Dat heet persoonsgebonden budget. Dat meen ik echt serieus. Ja. Dus je werkt nu in de snackbar, maar je zou in principe ook zorg kunnen inkopen om voor je oma te zorgen. Mm. Dat is, als je daar echt interesse in hebt, wil ik je dat wel uitleggen hoe dat werkt. Maar mensen hebben gewoon hele advocaten hebben hun baan opgezegd, noem maar op, om echt persoonsgebonden budget te gaan doen. Mm. Want hoe combineer je eigenlijk je school en werk naast dat je mantelzorger bent? Ik denk dat het gewoon belangrijk is dat je gewoon moet weten wat er gedaan moet worden. En dat je gewoon weet van, als ik dit dan doe, ja, plannen is gewoon belangrijk, denk ik. Ja, want ik neem aan dat je oma daar ook, heeft je oma daar naast dat jij voor haar zorgt ook nog iets van thuiszorg? Of? Ik heb tantes in Amsterdam. 1 tante komt 1 keer per week, soms 2 keer per week het huis schoonmaken. Ja. Dus dan hoef ik dat niet te doen. Dan word je van ontlast. Maar voor de rest niet echt. Ja. Maar is ze wel in staat om nog alleen te douchen, alleen te eten en zo? Ja, dat nog wel, ja. Ja. Wat voor effect heeft de coronacrisis gehad op jou als mantelzorger? Is het voor jou drukker geworden de afgelopen tijd? Of zijn er meer taken bijgekomen? Ik bedoel, je tantes die zitten op afstand. Mochten die nog wel langskomen? Op het begin niet. Mijn oma die ging natuurlijk helemaal niet naar buiten. Dus dat betekende wel dat ik veel meer moest doen. Zoals boodschappen en de was en zo. Maar mijn oma heeft ook een kanta. Dus die, die mag ik altijd lenen. Dus je mag af en toe even crossen. Dus dat maakt het wel een stuk makkelijker met boodschappen en zo. En vaak gaan er ook vrienden mee als ik allemaal dingen moet regelen. Dus dat maakt het wel een stuk. In de kanta? Ja. Dus dat maakt het wel een stuk chiller. Ja. Dan voelt het niet echt als
verplichting of zo. Nee. Help je bijvoorbeeld je oma ook met medicijnen of medicijnen ophalen? Ja, dat wel. Ik haal de medicijnen altijd op bij de apotheek. Ja. En soms kopen. Weet je ook waar de medicijnen voor zijn? Nee, niet precies. Nee. Ik kom daar gewoon en zeg ik van haar geboortedatum en haar naam. En dan krijg ik een tas en dan breng ik het terug. Nou, vaak, de reden waarom ik deze vraag stel is omdat je bent niet de enige die natuurlijk voor iemand zorgt. Maar je komt het vaak tegen dat ouderen die verzorgd worden door jongeren medicijnen toegediend krijgen. Vaak dat de jongeren niet weten wat voor medicijnen ze eigenlijk toedienen. Dat wanneer het fout gaat, dat ze eigenlijk ook vaak niet weten wat ze moeten doen. Vandaar dat ik het eigenlijk ook de vraag stelde van heb je dat soort gesprekken ook met je oma? Van mocht het fout gaan of iets dergelijks, weet je dan wat je te wachten staat? Of? Nee, niet echt, nee. Nee. Oké. Weet je dat het eigenlijk best wel onmogelijk bijna is om als leek alles te weten? Mijn vader moest elke ochtend 7 pilletjes slikken. Ja. In de middag 5. En in de avond weer 4 of zo. Ja. Dus we hadden gelukkig dat de apotheek ze ook echt 8 uur, 12 uur, 4 uur, zo'n strip. Ja. Maar hoge bloeddruk, suikerziekte, de hart, bloedverdunners, voor de hart, voor alles op een gegeven moment. Ik denk persoonlijk dat hoe meer medicijnen iemand krijgt, hoe kleiner de kans is dat hij geneest. Ik denk dat je zieker wordt van medicijnen dan dat je gezond wordt van medicijnen. Nou, de reden waarom ik het ook vraag, Mimon, is omdat ook dokters of ook bijvoorbeeld mensen van de thuiszorg fouten hierin kunnen maken. Zeker. Ook in het toedienen. En de combinatie. Soms, precies. Mimon zei het eigenlijk heel netjes. Je hebt zoveel medicijnen die je in de ochtend moet nemen. In sommige gevallen heb je 16 medicijnen die iemand moet innemen. Mm-hmm. Op een, laten we zeggen, een etmaal. En wat ik dan vaak opmerk is dat het wordt wel toegediend door de jongeren, omdat het gewoon een soort van automatisme is. Van oké, we hebben het bakje hier, ik weet wat ik moet geven. Maar is het niet te veel of is het niet te weinig? Kan een bepaald medicijn effect hebben op een oudere? Vandaar dat ik het ook vraag van, is dit iets wat bespreekbaar wordt gemaakt? Ik bedoel, misschien is het in andere gezinnen wel. Jij gaat waarschijnlijk niet mee naar de ziekenhuisgesprekken of de doktergesprekken. Nee. Snap je? Het is in zijn geval denk ik net iets anders. Ja. Als ik mijn vader die sprak geen Nederlands, dus wij gingen ook mee naar vaak de dokter. Mee, niet vaak. Altijd. Ten alle tijden. Ja. Bestaat niet dat hij alleen gaat. Nee. Bestaat niet. Nee. Dus we wisten precies voor wat was. Op een gegeven moment kreeg je ook zondevoeding. Moest je zo'n slang die in zijn neus had, dan moest je spuiten in zijn neus. Ja. En dan ging het via zijn neus naar zijn maag. Het is echt niet makkelijk. Dus ik heb respect voor je dat je het doet. Maar pak wel al je rechten. Snap je? Mm-hmm. Zoek uit hoe je dan persoonsgebonden budget kan aanvragen. Want daar heb je gewoon hier in Nederland recht op. Ja, want krijg je hulp vanuit instanties? Als je met vragen zit over mantelzorg en weet je zelf ook wel waar je kan aankloppen? Nee, maar ik heb me er zelf ook nog nooit in verdiept of zo. Nee. Sociale verzekeringsbank. Ja. Of je huisarts, de regelt die alles. SVB, ja. Heb je ooit te maken gehad met bijvoorbeeld een street corner work of een andere instantie die hier wat meer over kan vertellen? Of? Nee, maar ik denk dat als ik zelf het zou willen, dat ik me wel erin zou verdiepen. Ja. En dat ik het wel zou uitzoeken. Maar ik denk dat ik gewoon niet echt weet van. Nee, want hoe lang zorg je nu al voor je oma? Nou, ik woon er al sinds ik geboren ben. Dus vanaf het moment dat ik dingen kon gaan doen, ben ik denk ik gewoon dingen gaan doen. Het is gewoon steeds. Ja, je kan steeds meer en je leert steeds meer, dus. Ja, want moet je ook bijvoorbeeld brieven lezen voor je oma? Of dat? Ze kan niet echt goed Nederlands lezen en schrijven en spreken. Dus brieven en zo, dat lees ik wel. En dan zeg ik gewoon wat ze bedoelen en dat soort dingen wel, ja. In welke taal? Sorry, in welke taal? Hebreeuws praat ze. Ja, spreek het vloeiend? Uh-huh. Ik, ja. Shalom. Shalom. Ja. Dat is voor jou ook een leerproces. Want ik bedoel, je bent 17. Uh-huh. Heel veel brieven van instanties, die gebruiken soms best wel. Die gebruiken niet de normale taal. Hè? Ja. Het is allemaal heel formeel en heel zakelijk. Heb je daar soms moeite mee? Ja, soms wel. Als ik er echt moeite mee heb, dan stuur ik ze soms naar mijn oom in Rotterdam. Ja. Want hij is wel goed in dat soort dingen, maar dat is ook op afstand. Dus dat kan niet altijd. Nee. Wat vind jij ervan dat iemand zoals hij, die 17 is,
eigenlijk al zoveel lasten moet dragen voor het verzorgen van zijn oma? Vind je niet dat hij buiten hoort te spelen of zichzelf moet ontwikkelen? Gewoon. Wat ik er eigenlijk van vind. Bij mij is het dubbel. Aan de ene kant wil je een kind niet belasten met een zware verantwoordelijkheid. Zeker als iemand medicijnen slikt, een slechte been is. Eigenlijk best wel wat hulp nodig heeft. Maar aan de andere kant zie ik het ook als een soort van plicht. Waar je eigenlijk niet over hoeft na te denken. Maar zoals je zelf eigenlijk ook al benoemde. Het is wel goed dat jongeren moeten weten waar ze kunnen aankloppen bij hulp. Wat je vaak ziet, en ik ga je even een voorbeeld opnoemen. Die ik ben tegengekomen in het veld, is dat bijvoorbeeld een kind die 17 jaar oud zit op school, heeft zijn werk. Nou, hij heeft voor de rest niet echt familieleden waar hij op kan bouwen. Moeder heeft kanker, zorgt voor zijn moeder. Wordt steeds dramatischer. Moeder komt steeds, ja, dat gaat steeds achteruit. Jongen moet zijn werk opgeven, omdat hij voor zijn moeder moet zorgen. Weet ook niet waar hij hulp kan zoeken bij een instantie. Daarna komt het punt, een maand later moet hij zijn school opgeven, terwijl hij doet MBO 4. Na een maand komt zijn moeder te overlijden. Nadat zijn moeder is overleden, moet hij binnen 3 weken moet hij het huis uit. De jongen is dus eigenlijk binnen 4 maanden. Zonder school, zonder werk, zijn moeder kwijtgeraakt. Dus zonder huisvesting. En zonder huisvesting. Dus hij heeft in 1 keer ontzettend veel problemen. Maar stond hij al die tijd wel ingeschreven bij zijn moeder? Hij had geen recht om in het huis te blijven. Jawel. Nee, omdat hij 17 jaar was. Maar koop en dood breken de huur echt niet. Nee, maar hij moest het huis uit. Dus toen hij het huis uit moest. Ik praat nu over een situatie wat nu al een tijd geleden is, maar. Om aan te geven dat toen pas ging hij hulp zoeken. Vandaar dat ik het ook vroeg van. Meestal, jongeren zoeken pas hulp wanneer het nodig is. Ja. Wanneer het te laat is meestal ook. Ja, precies, wanneer het te laat is. Ja. Deze jongen had een heel sterk karakter. Die kon toch nog. Die had een geduld om toch in een soort van opvang tussen de. Ja, ik wil niet zeggen tussen de andere mensen die zonder huis zaten. Lotgenoten, maar ook gewoon drugsverslaafden. Zat hij in een ruimte en daar moest hij het mee doen. En ondertussen moest hij wachten tot hij een kamer kreeg. Maar hij moest ook ondertussen ervoor zorgen dat de spullen van zijn moeder uit het huis gingen. Hij kreeg zoveel verantwoordelijkheden dat hij het gewoon even niet meer zag zitten. Zijn school opgegeven, geen werk meer, geen inkomen. Geen moeder meer waar hij gewoon een emotionele band mee had. Vandaar dat ik ook zeg van. En dat is ook heel goed wat Mimoen eigenlijk aangeeft. Van, weten jonge mantelzorgers wel dat er hulp is? En dat ze daar ook gebruik van kunnen maken? Want vaak is de hulp er en weten de jonge mantelzorgers of jongeren weten er eigenlijk vaak niks van. Wist je dat ze ook gewoon keihard zijn? Mijn vader die was niet meer mobiel. Ja. We hebben zo vaak om een huis gevraagd. Ik heb letterlijk mijn vader de trap op en naar beneden getild. Ja. Letterlijk op mijn rug. Want wist jij dat er hulp was voor jullie, laat ik het zo stellen? Al moest ik geld erbij betalen, zou ik mijn vader helpen. Ja. Dus in het begin wist ik het ook niet. Nee. Maar al moest ik er geld bij betalen, zou ik mijn vader ten alle tijde helpen. Ja. Of dat ze dan zeggen van, we hebben misschien een huis voor je, maar je moet vooraf tekenen dat als je vader overlijdt, dat je het huis weer in moet leveren. Ja. Ja. Hoe hard is dat? Ja. Is je, huis is dus eigenlijk geven ze helemaal niks om je moeder. Nee. Ze geven alleen maar om de zieke persoon. Dat maakt je moeder weer ziek. Ja. Mm-hmm. We hebben dat huis natuurlijk niet gekregen. Maar omdat er. Weet je? Er kwam heel veel. Er zijn 104. In die tijd dat mijn vader nog leefde, waren er 134 in Amsterdam gelijkwaardige situaties als mensen die zorg nodig hadden en die eigenlijk niet in hun bestaande huis kunnen blijven wonen. Maar. Dan hoor ik dat mensen om de week een nieuw huis krijgen. En dan kijk ik zo en dan denk ik, dit is een ziek persoon. Kijk hier, alles erop en eraan. En dan krijg je gewoon helemaal niks. Ze hebben gewoon letterlijk een wachtlijst van 136 mensen die dan op dat moment zaten te wachten op een woning. Ja. Terwijl andere mensen handelen in huizen. Ja, dat is verkeerd. Ja. Ik wil er eigenlijk geen woordadvies maken. Maar goed, ik word gewoon woedend als ik er weer aan moet denken. Is eigenlijk. Ja, het is een business, absoluut. Hey, Eli, wat vind je oma ervan dat jij voor haar zorgt? Ja, ze heeft er heel veel respect voor. Ze waardeert het ook heel erg. Maar ik denk wel dat er een groot verschil is tussen
als je wordt geboren in zo'n situatie. Of bijvoorbeeld wat jullie vertelden, dat een ouder opeens ziek wordt. Ik denk dat als het opeens gebeurt, moet je er nog aan wennen. Maar als je in zo'n situatie wordt geboren, is het denk ik gewoon je leven. Wat betekent dat voor jou, als je in zo'n situatie wordt geboren? Bijvoorbeeld net als bij mij, dat ik bij mijn oma ben geboren. Ik woon daar al mijn hele leven. Dat is denk ik anders dan als ik bijvoorbeeld eerst bij twee ouders was gaan wonen. En op mijn tiende was er iets gebeurd en ik was dan pas naar mijn oma gegaan. Je weet niet beter dan ja, dat. Ja, precies. Ik denk dat dat wel een groot verschil maakt in hoe je het ziet. Ja. Wat vinden je vrienden ervan dat je voor je oma zorgt? Want wordt het ook met je vrienden ook bespreekbaar gemaakt? Ik bedoel, je gaf net al aan dat je met je vrienden in de autootje ging en een stukje gaat rijden. Bespreek je dat ook wel eens met vrienden? Nou, niet echt. Nee, niet echt. Nee. Zien je vrienden wat je doet? Ja, dat zeker wel. Ja, ik ben heel veel met mijn vrienden. Dus ik denk dat ze zien wel ook gewoon wat ik allemaal doe en wat er gebeurt. Maar ik denk niet dat het voor ons echt nodig is om erover te praten. Ja. Nou, misschien bedoel om een voorbeeld te geven. Jongens willen uitgaan of ze willen wat gaan doen. Kan jij dan ook gewoon zelf aangeven aan jongens, het wordt er voor mij niet. Ik moet voor mijn oma zorgen. Ja, dat zeker. Ja, dat begrijpen ze zeker wel. En ik denk ook, ze houden ook vaak rekening met mij. Als ik bijvoorbeeld iets langer thuis moet zijn, omdat mijn oma nog moet gaan slapen, dan wachten ze ook gewoon. En dat soort dingen, dat is voor hun ook gewoon normaal geworden, denk ik. Ja. Beperkt het bieden van mantelzorg jou ook in het behalen van je eigen doelen? Nee. Tot nu toe in mijn leven nog niet, nee. Hoe oud is je oma? 77. Ja. Is toch best op leeftijd? Ja. Uh-huh. Is er nog wel mentaal en fysiek nog wel? De laatste tijd vergeet ze wel steeds meer dingen. Daar maak ik me wel een beetje zorgen om. Maar dat is ook gewoon de leeftijd. Dus ja, mentaal is het wel gewoon goed. Ik kan ook gewoon nog gewoon goede gesprekken met haar voeren. Ja. Het hoeft niet per se leeftijd te zijn, hè? Heb je wel eens gehoord van Alzheimer? Mm-hmm. Maar heb je ook die andere vorm gehoord, vasculaire dementie? Nee. Dat is een lichtere vorm van Alzheimer. Dan vergeet je soms dingen. Mm-hmm. En dan komt het weer terug en dan weer vergeet je. Mijn vader, Lermo, die sprak wel eens over het verleden. Ja. Dan zit je met hem te praten en dan zegt hij, ja, ik was net in de... Ja. Snap je? Dus dat zijn terwijl je lange termijn geheugen, zeg maar. Hij praat in het verleden. Dat heette op dat moment, het was een vorm van Alzheimer, het vasculaire dementie. En dan zo echt pijnlijk om dat te ervaren. Ja. Ik bedoel, in jouw geval ja, natuurlijk, ik snap dat je voor je oma zorgt, maar je oma was nog mobiel. Maar als je vader gewoon de hele dag op een stoel zit en je wilt met hem praten en je kent niks. Ja. Enige wanneer je doet eten geven, doet hij zijn mond open. Of als je hem gaat verschonen, dat hij zegt draaien, dat hij dan... Mm-hmm. Is moeilijk, hoor. Ja, dus ik snap, ik heb respect voor je, maar het wordt zwaarder. Ja, helemaal als je je vader hebt gekend toen dit nog normaal was. Absoluut, maar voor jou, Eli, het gaat echt zwaarder worden op het moment dat je oma niet meer voor zichzelf kan douchen of als ze niet meer zelf verschoond kan worden of wat dan ook. Neem het heel serieus. Heb je er nog tips voor hem? Ja, tuurlijk. Ja. Je hebt meer ooms en tantes. Draag de lasten niet alleen. Ja. Snap je? Al wonen ze in Rotterdam. Het is zijn moeder. Met alle respect. Ik probeer hem niet... Maar je kan makkelijk 2 keer in de maand op en neer rijden. Zeker. In de week, sorry. Ja, ze komen ook best wel vaak. Ja, ik denk dat mijn familie wel voorbereid is op als het slechter gaat. Ja. Het mooiste is een schema maken. Allermooiste dat je zegt, hey, ik doe het elke maandag. Mijn broer doet het elke dinsdag. Mijn tante doet het elke donderdag. Mm-hmm. Snap je? Ja. Dan, jij mag wel meer doen, als je dat fijn vindt. Mm-hmm. Maar zo niet proberen te verdelen. Dat maakt het voor jou ook makkelijker. Ja. Vind je, Eli, dat er meer aandacht besteed moet worden aan jongeren die voor een ander zorgen? Ik denk niet per se dat er meer aandacht besteed aan moet worden. Ik denk eerder dat de jongeren zelf... gewoon zouden moeten weten. Nou, ik denk gewoon dat er misschien wel duidelijker gemaakt moet worden waar de jongeren hulp kunnen vinden. Okay. Maar ik denk dat de jongeren zelf wel initiatief nemen. Want hoe zou jij dat zeg maar onder de aandacht brengen bij jongeren? Nou, ik denk dat jongeren die dat soort dingen doen, dat het wel bekend is, bijvoorbeeld bij instanties. En ik denk dat je dan vanuit die instanties gewoon moet zeggen van als je hulp nodig hebt, dat kan. Een goed voorbeeld. Bijvoorbeeld, jij zit op school. Mm-hmm.
Is dit ooit in sprake geweest bij jullie geweest op school? Jawel, best wel vaak, ja. En heeft de school jou bijvoorbeeld ooit doorverwezen? Ja, ze hebben wel veel hulp geboden. Ze hebben me ook een psycholoog op school en zo gegeven... Okay. Waar ik mee kon praten, dus ja, best wel. Interessant. Heb jij voor jezelf ook nog doelen die je wilt behalen? Ik bedoel, je zit nu op school, je doet 4 HAVO, als ik het goed heb. Ja, ik wil naar de filmacademie. Oké, en wat wil je gaan doen? Achter de camera wil ik dingen gaan filmen en zo. Ja. En nieuwe dingen bedenken, zeg maar nieuwe manieren om dingen te filmen. Is dit een onderwerp wat je misschien ook ter sprake kan brengen? Hoe bedoel je? Dat als je gaat filmen, of dat je... Zou je het mantelzorg ook daar iets mee willen doen? Oh, zo. Nou, ik denk wel dat het mooi zou zijn om goed in kaart te brengen... of in beeld te brengen vanuit bijvoorbeeld een mantelzorger... hoe hij dat ziet in een film. Dat lijkt me wel mooi, ja. In breken. Kijk, bij jou wist natuurlijk je school, je omgeving... Ik bespreek dit met niemand. Dit is de eerste keer dat ik het aan Abid vertel... dat ik voor mijn vader heb gezorgd. Als mijn ouders op vakantie wilden, moest er iemand mee. Het kan niet. Mijn moeder kan niet alleen voor mijn vader zorgen. Ze kan mijn vader niet optillen, douchen enzovoort. Tenzij die ergens is, snap je? Op het moment dat je... hoe moet ik het uitleggen? Ik ben blij dat ik het nooit met iemand heb hoeven bespreken. Ja? Want ik deed het uit mezelf. Ik deed het omdat het mijn vader is. En uit de liefde van mij voor mijn vader. Ja, maar... Ik weet niet of ik het zou kunnen. Nou, kunnen wel. Maar of ik het zou willen om die lasten ook nog te dragen... voor een vreemde als het mijn beroep niet is. Kijk, het is echt lastig. Ja, tuurlijk. Het is gewoon echt zwaar om iemand die altijd gewend was... om in de bloei van zijn leven te zijn... eigenlijk te zien lijden. Ja. Ja. Gewoon eigenlijk niets kunnen... ik zie weer het beeld voor me. En dan denk ik van... Het was gewoon, denk ik, heel moeilijk ook voor hem... om door zijn kinderen verschoond te worden. Ja. Of gedoucht te worden. Of wat dan ook. Dus daarom zeg ik tegen jou, bereid je voor. Want hoe haar mobiliteit achteruit gaat... en haar denkvermogen... wordt het zwaarder ook voor jou. Ja, maar ik denk wel dat het belangrijk is... dat school en werk en dat soort dingen... dat het wel gewoon besproken wordt. Ja. Dat zij ook begrip kunnen hebben, bijvoorbeeld als je een keer wat later komt... of je kan even niet naar les of je moet iets doen... dat je dan geen smoesjes of zo hoeft te bedenken. Nee. Dat je wel gewoon duidelijk kan zijn. Zou je je droom laten lopen om fulltime je oma te verzorgen? Gewoon ja of nee. Denk er even 20 seconden over na. Zou je je droom volledig laten lopen en fulltime voor je oma zorgen? Als het nodig was voor mijn oma om te blijven leven, ja. En jij, Wim? Ik heb het gedaan. Ja. Ik heb het gedaan. Ik ben nergens geweest. Als ik naar Marokko ging, was het voor mijn ouders om ze te helpen. Niet alleen ik, hoor. Ook de credits voor de rest van mijn broertjes en zusjes. Ja. Maar ik heb het gedaan. Ja. Als ik ergens was en mijn moeder belde me... kan je even komen? Binnen 20 minuten was ik er, of binnen 10 minuten... Ja. Is gewoon, en op het moment dat het echt niet kon... regelde ik dat iemand van mijn broers of zussen ging. Ja. Nou, het is een heel bijzonder onderwerp om eigenlijk er nog heel lang over verder te praten. Ik wil je sowieso bedanken, Eli, Mimon ook. We gaan nu naar de straat praten. En we gaan de jongeren op straat gaan we vragen naar hun mening over mantelzorgers zijn. Kijk even mee. Wat betekent jonge mantelzorger? Een jonge mantelzorger betekent voor mij dat je voor iemand anders zorgt. Een jonge mantelzorger die voor iemand zorgt. Een jonge mantelzorger is een jonge persoon die zorgt voor iemand. Ken je iemand in je omgeving die voor een ander zorgt? Oh, ik ken niemand in mijn omgeving die voor iemand zorgt. Tante, die werkt in een bejaardenhuis. Ja, mijn moeder die zorgt bijvoorbeeld voor mijn oma, omdat ze best wel oud is. En mijn moeder vindt dan belangrijk dat ze voor mijn oma zorgt. Zou jij hulp aanbieden aan je ouders of zou je ze in een verzorgingstehuis plaatsen? Als ze niet zo ziek waren, zeg maar, dan zou ik, en niet zo oud, dan zou ik zelf voor ze zorgen. Maar als ze best wel oud waren, dan zou ik ze wel naar een verzorgingstehuis brengen. Ik zou mijn ouders sowieso nooit plaatsen in het verzorghuis. Dat ze me 9 jaar hebben gedragen in de buik en ze hebben voor mij altijd gezorgd. Dus ik zou ze nooit in een bejaardentehuis brengen, altijd voor hun zorgen.
Ja, ik zou zorg bieden en ik zou ze nooit naar een verzorgingstehuis brengen. Omdat zij ook al die tijd voor mij hebben gezorgd. Ben jij bereid om alles op te geven om voor je familielid te zorgen? Ik ben bereid om voor mijn familieleden te zorgen. Omdat het familieleden zijn en ze hebben waarschijnlijk ook voor mij verzorgd. Ja, want familie betekent wel alles en dat is heel belangrijk. Ik ben bereid om voor mijn familieleden te zorgen. Welkom terug allemaal. Dat was de Straatpraat. Het is zeker interessant om ook te horen op de straat wat de jongeren ervan vinden. Ik hoorde Mimo net wat zeggen. Ja, kijk, tijdens mijn vader, toen hij ziek was, zijn er ook een aantal ziekenhuisopnames geweest. Ja. En weet je hoe hard ze ook zijn in het ziekenhuis? Het moment dat ze tegen ons zeiden van, ja, kijk, jullie vader heeft zijn hartpatiënt en jullie vader dit en dat. Stel dat de situatie zich voordoet dat hij toevallig een hartstilstand krijgt, gaan wij hem niet reanimeren. Dat is heftig om te horen. Ja, maar wat wij terugzeiden was nog heftiger. Dan klaag ik jullie aan. Je bent verplicht om een leven te redden als je in een ziekenhuis werkt. Zeker als arts zijnde. Als iemand, je moet het proberen. Maar wat is de reden waarom ze dat zeiden? Of was dat... Ziekenhuiskosten waarschijnlijk zijn te hoog. Ja. Zo iemand die daar zit, dat kost het ziekenhuis gewoon heel veel geld. Ja. En die is waarschijnlijk al heel oud. En dan gaan ze denken van, ja, dat gaan we niet meer doen. Want je gaat ten alle tijden ben je verplicht om iemand zijn leven te willen redden. Hebben jullie nooit, je bent met een aantal broers en zussen die voor je vader ook zorgt. Is er nooit geïnitieerd om je vader in een verzorgingshuis te plaatsen? Nee, we hebben daar nooit aan gedacht. Nee. Het was onbespreekbaar dat iemand anders voor onze vader zou zorgen. Dat geldt ook voor jou, Eli, bijvoorbeeld. Wat je vaak hoort en ziet, is dat mensen die voor hun ouders zorgen het liever ook zelf doen in plaats van dat er een derde van buiten komt. Ik ken genoeg mensen die hun vader wel naar een revalidatiecentrum of naar een verzorgingstehuis hebben gebracht. Is goed, als zij daar zich prettig bij voelen of als ze het emotioneel of fysiek niet aankunnen, doe dat. Ja. Maar wij vonden dat wij het plicht hadden om onze vader in zijn vertrouwde omgeving te laten waar hij, naar ons gevoel, het meest prettig was. En dat was bij ons. Ja. En dan maar een 3 keer op een dag langskomen om hem te verzorgen. Ja. Maar dat was onbespreekbaar dat we het door een andere partij zouden laten doen. Ja. Ja. Er was thuiszorg. Ja. Er was thuiszorg. Dat was erbij. Ja, dat was later erbij, omdat, kijk, medicatie, prikken en dat soort dingen. Af en toe moest het gewoon anders. Of als die dan zondevoeding eruit trok, kwamen zij weer terug om helemaal in zijn neus tot aan zijn maag. Dat wil ik niet. Dat vind ik niet fijn. Nee. Dus dat zijn dingen die dan de thuiszorg wel deed. Ja. Maar het is ook een stukje vertrouwen. Ja, absoluut. Ik zie mijn vader ook beter verzorgd worden door mijn broertjes of zusjes dan door iemand anders. Ja. Maar dat is denk ik in mijn ogen normaal. Ja. Nou goed, ik bedoel, jullie komen uit een groot gezin. Net zoals Eli, je hebt geen broertjes, zusjes of zussen. Dan is het een stuk moeilijker om natuurlijk constant... Maar daarom zei ik tegen hem, het wordt zwaarder en zorg ervoor dat je hulp hebt. En hoe moeilijk het ook maar is, maak een schema. Desnoods zeg jij, luister, een week telt 7 dagen... Ik ben bereid om 4 dagen te doen. Willen jullie dan met ze, misschien zijn er nog 4 of 5 ooms... willen jullie dan verdelen die andere 3 dagen? Maar dan weet jij, die 3 dagen ken jij gewoon zonder schuldgevoel aan je eigen toekomst of aan je eigen leven of wat dan ook werken. Maar als jij al die 7 dagen de zorg gaat nemen, dan kunnen zij zichzelf wel blijven ontwikkelen. Maar jij gaat dan, zoals jij toen net zei, op een gegeven moment, je oma is het enige in je leven, als dat wegvalt, heb jij ook niks meer. Nee. Dus daarom, echt waar, maak afspraken. Hoe moeilijk het maar voor hun is. 1 keer in de week of 2 keer in de week. Zeg jij maar, ik doe wel 4. Dan hoeven jullie er met z'n allen maar 3 te doen. Dan heb jij wel 3 dagen voor jezelf. Dat zou voor, als ik je dat mag adviseren, is een gratis cadeau die je dan van mij krijgt. Doe dat. Dan heb jij je hele leven 3 dagen voor jezelf, zolang je oma leeft, om nog aan je eigen dromen te werken. Ja. Dus de een hoeft de ander niet uit te sluiten. Toen ik je net vroeg, zou jij je droom weggeven? Ik zou dan zeggen, natuurlijk, je moet alles doen voor je oma. Maar je moet ook alles doen. Je oma zou ook heel graag willen dat jij zou slagen. Ja, precies.
Hey, even een heel ander onderwerp. Want Mimo, we hebben je net goed horen spreken. Je bent mantelzorger geweest. Zo wil je eigenlijk het niet benoemen. Niet benoemd worden, nee. Goed. Je bent acteur. Je bent programmamaker. Ik acteerde dat ik mantelzorger was. Nee. Nee, je bent acteur. Je bent programmamaker. Je bent vader. Hoe zag de afgelopen periode er voor jou uit met de coronamaatregel? En heeft dat jouw dagelijkse routine veranderd? Kijk, ik heb sinds kort een eigen bedrijf hier waar ik niet te veel over wil vertellen. Nee. En ik heb een kantoortje in Haarlem. Ja. En ik heb geluk dat mijn werk voornamelijk schrijven is. Okay. Plannen schrijven, dingen schrijven en dan proberen te ontwikkelen. Dus ik heb daar heel veel gebruik van gemaakt. Ja. Ik ben bijna zo wat 25 uur per dag bezig met mijn toekomst. Het heeft eigenlijk alleen maar in zijn voordeel gewerkt. Dat je even de mogelijkheid had om rustig... Ik zeg eerlijk, ze zeggen wel eens anderhalf meter afstand. Ik denk als dat anderhalf meter... Ik denk dat ik bij sommige mensen zelfs anderhalf kilometer afstand heb gehouden. Ik vind het wel, wel fijn soms om meer met jezelf bezig te zijn dan de hele dag met je omgeving. Ja. Want je hebt geacteerd, je hebt gepresenteerd. Wat zou je eigenlijk nog echt willen doen? Wat zijn de doelen die je nog zou willen behalen in je carrière? Zonder inhoudelijk in te gaan. Ja, ik heb heel veel doelen. Ja. Ik wil de beste vader voor mijn dochter zijn. Ja. Dat is één. Ik wil een goed mens zijn. Ik wil een goed moslim zijn. Ik wil dingen doen waar ik volledig achter sta. En ik maak natuurlijk ook heel veel fouten. Hè? Ik bedoel, ik ben niet de perfecte mens op de wereld. Maar dat ambieer ik ook niet. Nee. Wat terugkijkend op wat je allemaal hebt gedaan... zijn er dingen waar je op terugkijkt die je anders had willen doen? Of niet had willen doen? Heel veel. Maar ja, alles heeft ervoor gezorgd... dat hele totale pakket heeft ervoor gezorgd... dat ik de Mimoen ben die ik nu ben. Snap je? Dus ik zou niks anders willen doen. Nee. Ik ben heel blij met hoe ik nu ben. Okay, misschien ben ik soms af en toe te koppig of praat ik net iets te veel. Maar ja... Ja. Ik kan ook nog proberen om daarvan af te komen en aan mezelf te werken. Maar voor de rest ben ik best wel tevreden over heel veel dingen in mijn leven. Wat is je het meest bijgebleven? Mijn eerste ontmoeting met jou, dat is me het meest bijgebleven. Okay. Nou, ik praat er nog steeds dagelijks. Nee, sorry dat ik onderbrak. Hey, naast het acteren heb je ook ervaring op kunnen doen als jongerenwerker. Hoe ben je daarin terechtgekomen? Ja, ik heb een oud klasgenoot. Johnny Six, Youssef El Morabit. En die werkt al heel veel jaren bij Street Corner. Ja. Dat is een organisatie waar ik ook voor heb gewerkt. En ik kende zijn teamleider Joost. Ja. En zo ben ik er eigenlijk ingekomen. Ik ben er eigenlijk ingerold. Ik heb geen jongerenwerker diploma opleiding, of wat dan ook. Ik heb wel de minimale vereisten. Dat is een hbo-diploma, dat heb ik. En toen ben ik gewoon aan de slag gegaan om te kijken of ik het leuk zou vinden. Ik heb gesproken van, zou ik 3 maanden proeftijd willen? Vanaf mijn kant, want als ik het niet leuk vond, zou ik het niet willen. En uiteindelijk bleek ik een natuurtalent te zijn in dat werk. Een contact maken met onder andere contact maken, maar ook, ik ben echt een oprechte mensenhelper. Ja. Als ik iemand kan helpen, of het nou mijn werk is of niet... ik wil altijd mensen helpen. En In het vak wat ik deed als jongerenwerker... hielp je jongeren van schulden af of van hun verslavingen... of je zorgde ervoor dat ze... Ik ben meegegaan naar gevangenissen. Ja. Ik ben meegegaan naar scholen. Ik ben meegegaan naar ziekenhuisbezoeken. Ik heb met ouders gesproken. Ik heb met vrienden die ruzie hadden onderling heb ik bemiddeld. Dus het is zo, noem het zo gek nog niet... of het is als jongerenwerker voorgekomen. Wat is je het meest bijgebleven als jongerenwerker? Ik bedoel, je hebt aardig wat jongeren gezien. Een van de dingen die het meest bijgebleven is... er was een incident tussen de politie en een jongen. En ze zouden hem van huis ophalen. En die jongen was niet thuisgekomen, dus ze belde aan bij zijn vader. En zijn vader, die zei, hij is er niet, ging naar zijn werk. En die bleef maar met zijn zoon in zijn gedachten... dat hij tijdens zijn werk zijn hand tot hier is kwijtgeraakt die dag. En toen dacht ik echt bij mezelf... die jongeren weten niet wat ze hun ouders aandoen.
Ze denken van lang leven de lol, maar ze weten niet dat een vader zijn hart breekt of een moeder haar hart breekt als de politie weer langskomt. Ja. Of als je weer wordt geschorst op school. Of als je in elkaar wordt geslagen of iemand in elkaar slaat. Of als je weer een lachgaspatroon leeg hebt gezogen en je bent invalide erdoor, ja, of je maakt een auto-ongeluk. Je denkt alleen maar op dat moment aan je eigen plezier, hoe ik het zo wil noemen, maar niet aan de ellende die je ouders meegaf. En dat vond ik een reden voor mij om te stoppen. Of niet te stoppen, om er even tijdelijk mee te stoppen. Want hoe moeilijk is het om 50 uur in te spreken op iemand? Doe nou niet, doe dat. En dan het volgende moment, als je niet kijkt, jointje of een ballon of inbreken of wat dan ook. Ik vind dat best wel, dan dring ik niet tot je door. Dat is pijnlijk. Als je dan zoveel tijd steekt in, je bent zelf ook jongerenwerker. Ja. Je weet hoe moeilijk het is om tot iemand door te dringen. Ja. Dan ben je eindelijk tot iemand doorgedrongen, denk je. En dan, ja, dat maakt het voor mij heel lastig om dat werk te doen. Want ik ben een echt menshelper. En als je jezelf... Zie je alsof je dan hebt gefaald in je werk? Of, want het is je werk, hè? Hij heeft gefaald. Ja. Want als ik heb vader het beste... bedoel je toch? Of nee. Die jongen heeft gefaald. Die vader kan niet falen, want die vader die zegt ook... Die vader is geen politieagent, hè, dat hij 24 uur per dag met zijn zoon rondloopt. Ja. Die vader die wil gewoon het beste voor zijn kind en die zegt het dan. Maar het kind... is alleen bezig met zichzelf. Maar geeft het, want je geeft aan van dat is een van de redenen waarom ik ben gestopt. Gaf het voor jou een soort van gevoel van dit weet je, het werk wat ik doe, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit, want sommige jongeren luisteren gewoon. Ze luisteren niet. Maar het is heel belangrijk om in dat vakgebied ga je zoeken naar rolmodels binnen de groep. Ja. Ik heb gewerkt in een stad. Ik wil niet zeggen welke stad. Maar daar had ik een role model gevonden. Ja. Die heel graag een buurthuis voor de jongeren wilde openen. En daar wilde draaien. Ja. Gemeente vroeg me eerst om dat te doen. Hadden we iemand gevonden? Zeggen ze nee, hij niet. Ja. Want hij heeft een verleden, bla bla bla. Ja. Dat zou ons... Dat is toch oneerlijk? Ja. Ja. Dat vond ik verschrikkelijk oneerlijk. Dat is ook een van de redenen dat je denkt van... Hey, ik ben een professional. Ik denk dat ik weet waarop je iets anders kan doen of moet doen. Ja. Luister dan naar mij. Ja, ja. Want dat is natuurlijk een tegenslag. Maar doe je het werk nog steeds of niet meer? Nee, niet meer. Ik help nog steeds jongeren. Er komen nog steeds jongeren naar me toe die ik toen heb begeleid of wat dan ook. En die vragen me dan om advies. Of hoe moet ik dit doen of hoe moet ik dat doen. Dat doe ik dan gewoon, wij zeggen in het Arabisch, visabilillah. Ja. Zonder ervoor betaald te krijgen. Gewoon uit de liefde. Doel. Juist, uit de liefde. Ja, ja, ja. Want... wat is het, als je zou moeten kiezen, acteren, presenteren of jongerenwerk? Wat zou je dan kiezen? Alle drie zijn dankbaar werk, hè? Vergeet dat niet. Hè? Ik was heel dankbaar dat ik als jongerenwerk heb mogen werken. Iemand helpen en ervoor zorgen dat iemand door jou weer op een school is aangenomen of wat dan ook, geeft je gewoon zo'n mooie... trotse gevoel. Ja, voldoening. Voldoening. Idem dito bij acteren. Als je een mooie rol neerzet, dan ben je trots. Ook met presenteren. Kijk, ik bedoel, ik ken jou. Ik zie je echt genieten dat je dit doet. Ja. Ik geniet van dat jij geniet. Ja. En ik ben heel erg makkelijk, hè, met dat soort dingen. Ik probeer altijd dankbaar te zijn. Lukt me niet altijd. Want we zijn helaas en we blijven mensen. Mensen zijn altijd soms... Ja, ondankbaar. Niet alleen ondankbaar, maar ook gewoon heel raar. We staan niet stil bij de zegeningen. Heb jij ooit ergens eventjes een 5 minuten voor jezelf genomen... en te kijken wat heb ik tot nu toe bereikt en ik ben trots op mezelf? Ik nog nooit. Nee. Nou, niet eens zozeer dat. Maar ik reflecteer het vaak naar bijvoorbeeld mijn vader. Die eigenlijk zonder ouders is opgegroeid. En dat ik de zegen wel heb gekregen. Dat ik 2 ouders had die wel voor mij konden zorgen. Er zijn heel veel... Het idee al dat we 5 vingers hebben, 5 tenen... Ja, maar dat is mooi. Ja, dat is heel mooi wat je nu zegt. Maar waren jouw ouders geschoold? Mijn vader wel, mijn moeder niet. Ja. Mijn ouders beide waren analfabeten. Ja. Maar wat zij het meest van ons vroegen, is studie. Ja. Mijn vader heeft nog nooit in zijn leven kunnen lezen of schrijven. Nee. Mijn moeder heeft het op latere leeftijd geleerd. Ja. Mijn moeder kan nu gewoon een Koran pakken en eruit lezen. Heeft ze gewoon hier in Amsterdam geleerd. Ja.
hoe kan iemand die eigenlijk ongeschoold is, willen dat zijn kinderen geschoold zijn? Ja. Ik heb dat een bepaalde intelligentie. Ik vind dat een bepaalde intelligentie. Mijn ouders die wilden heel graag dat ik naar school ging. Herken je dat ook? Dat je oma echt jezelf pusht om de school af te maken? Ja, mijn oma wil wel heel graag dat ik gewoon school afmaak en dat ik gewoon mijn diploma haal en dat ik gewoon het goed doe op school. Maar ik denk dat elke ouder dat wel belangrijk vindt. Ja. Mag ik een privévraag stellen aan je, Eli? Mm-hmm. Zijn je ouders nog in beeld? Mijn moeder die zie ik nog vaak, heel vaak. Maar mijn vader niet, die ken ik niet meer. En zorgt jouw moeder ook voor haar moeder, voor je oma? Ja, zeker. Maar mijn moeder heeft ook een beetje haar eigen problemen. Dus voor haar is het ook vaak lastig, maar ja, ze doet wel haar best. Stel dat morgen blijkt dat je moeder ook zorg nodig heeft. Mm-hmm. Voor wie zou je zorgen? Ja, mijn moeder heeft ook wel een beetje zorg nodig. Ik help mijn moeder ook wel met kleine dingen. Maar ik denk dat ik het wel zou kunnen combineren. Ik denk niet dat dat echt voor problemen zou zorgen. Maar ook niet voor oplossingen? Nee, niet voor mij. Maar dan doe je alles voor je moeder en voor je oma, maar niks voor Eli zelf. Nee, maar ik denk dat het... Ik bedoel het niet verkeerd, hoor. Ik probeer je een beetje mee te geven. Mm-hmm. Dat, ik vind het heel tof trouwens dat je filmacademie wil gaan doen. Ook dat je nu al op zo'n jonge leeftijd weet wat je wil worden. Ja. Want als ik eerlijk moet zijn, ik word vrijdag 43 en ik weet nog steeds niet wat ik wil worden. Dus ik vind het echt tof dat je dat weet, maar doe het dan ook. Ja. Zorg ervoor dat niks tussen jou en je droom omkomt. Mm-hmm. Stel je voor dat je... Misschien maak jij wel over 5 jaar de mooiste film ooit over een jongen van 17 die voor zijn moeder ging zorgen. Ja. Ken je de film Intouchables? Intouchables, ja. Heb je die film gezien? Nee. Moet je eventjes gaan googlen. Ja. Het is daarin een Franse film. Ja. Het is een Franse film. Die, van die donkere man. Ja, met Omar die grote neus. Hij speelt ook in een andere film. Hij speelt ook in een andere film. Die ging dan zorgen voor een man. Oh ja, met die man in die rolstoel. Oui, oui. Ja, die heb ik wel gezien. Misschien maak jij over 5 jaar door jouw droom... en jij zei net al, je beste vriend wil misschien ook naar die school gaan... en die wil dan misschien gaan schrijven. Misschien maken jullie wel de mooiste film uit je leven... doordat je deze periode in je leven hebt meegemaakt... om voor je oma te zorgen, misschien ook een beetje voor je moeder. Je hebt al bij je oma moeten leven. Jij bent een ervaringsdeskundige. Dat is onbetaalbaar, hè, op jouw leeftijd. Dus als je het echt wil, ga en leer. Wees gierig. Hoe moet je camera, hoe pak je dit, hoe dat licht enzovoort. Zoals je ziet hoe dit hier allemaal opgesteld is. Dat hebben die jongens ook moeten leren. Ja. Jij ook, leer het vak. En dan misschien word je een van de komt er wel een dag dat je bij mij aanklopt. Hey Mimoen, ik heb je nodig, man. Hey Mimoen, wat valt jou op in de tijd dat jij begon met acteren met de tijd van nu? Denk je dat het nu moeilijker of makkelijker is om op te vallen? Het is nu veel makkelijker om op te vallen. Ja, natuurlijk. Je hoeft maar een gekke video op te nemen en te delen op social media... en je bent een bekende Nederlander. Ja. Snap je? Hoeveel YouTubers? YouTubers hebben honderdduizenden volgers. Ja. Heb je daar zelf ooit over nagedacht? Om te gaan vloggen? Nou, niet zozeer vloggen. Want toen ik weet nog heel goed dat ik Mimo voor de eerste keer zag... en dat was toen in Shuf Shuf Habibi, geloof ik... Ik zit gewoon naast je, hè? Ja, nee, ik weet toen het. Ik jou... ja, toen ik jou echt... maar toen echt zag acteren... ik vond je eigenlijk de meest bijzondere acteur... omdat je er echt uitsprong. In die zin van, ik kan me nog heel goed herkennen... met vooral toen je die maskers op moest doen. Dat je toen heel erg uitsprak van, ik ga geen varkenskop opzetten. Moet even... Ja, slijm. Met de slijm, okay, jongen! Toen dacht ik van, deze jongen gaat een eigen carrière maken. Maar ik zag je eigenlijk ook meer in een soort van stand-up comedy. Wil je mijn geheimpje weten, Salahuddin? Nou. Abid, sorry. Ik denk, als ik echt heel, heel, heel eerlijk moet zijn... de reden waarom ik zoveel praat... is omdat ik niet over mezelf wil praten. Misschien straal ik uit alsof ik heel veel zelfvertrouwen heb. Maar er is niemand met minder zelfvertrouwen dan ik. Ik heb er nooit overwogen uit angst om op het podium te gaan. Nee, maar tenminste, ik kijk heel veel documentaires. Ik kijk ook heel veel naar stand-up comedy. En dit verhaal komt me heel bekend voor als ik hoor... dat vooral mensen die stand-up comedy doen, dat zijn vaak... Ik wil niet zeggen onzekere mensen, maar ze schuilen eigenlijk achter wat hun doen. Maar tegelijkertijd maakt het hun wel heel sterk. Is dat wel iets wat je tegen heeft gehouden?
Dat je dacht van, oh, ik wil niet meer hebben en houden, op podium gooien? Nee, of... dat is het niet. Dat is het niet. Het, is, het kan ook een vorm van therapie te zijn om over je leven te praten. Maar wat als ik het maak en er komt niemand? Snap je? Ja. Wat als ik het maak en er kijkt niemand? Wat als ik het maak, snap je? Dat is het bij mij. Ik heb het ooit een keertje met een vrouw besproken. Een vrouw die zegt, ja, waarom ga je niet podiumangst, bla, bla, bla. Toen zei ik, ja, ik denk dat ik faalangst heb. Ja. En toen bleven we 2 uur samen. Ze heette Patricia en ze was directrice van... ze zorgde ervoor dat slechtlopende bedrijven weer goed gingen lopen. En toen we waren bij de directeur van Achmea en allemaal belangrijke mensen voor hun. Ik was gewoon Mimo en ik dacht, ik heb scheid aan die functies. En ik was daar en ik zat de hele dag te praten en ik was bezig en ik had iedereen een beetje soort van vermaakt enzovoort. En toen op de terugweg reden we van Friesland terug naar Amsterdam, waar ik zeg naar Nederland. En toen zei ze tegen mij, Mimo, ik heb je even een beetje geanalyseerd. Ik denk niet dat jij faalangst hebt. Ik zeg, waarom? Ik zeg toch dat ik denk dat ik faalangst heb. Ik zeg, ze zei, ik denk dat jij slagingsangst hebt. Jij bent bang om te slagen. Ja. Daarom doe je dat niet. Ja. Misschien heeft ze gelijk. Misschien ben ik wel bang om te slagen. Ja. Maar voorlopig hou ik het op mijn veilige faalangst. Ja. Maar lijkt het je wel wat om wat voor jezelf tuurlijk zo te doen? Tuurlijk, ik heb ook dromen. Ja. Ja. Maar daarom probeer ik deze jongen voor mijn fouten te behoeden. Door hem te zeggen, doe het niet zoals ik, doe het anders. Ja. Leer een vak. Ga proberen de beste te worden in wat je doet. Want ik word vrijdag 43. Ja, snap je? Hallo. Want je wordt 43. Je bent onlangs vader geworden. Hoe ervaar je dat? Want dat is natuurlijk ook weer een nieuwe fase in je leven. Ik was laatst met een vriend van mij. Ja. En ik zei tegen hem, ik heb 1 angst. Hij zei, en wat is dat? Ik zei, ik ben bang dat mijn dochtertje net als mij gaat worden en ook veel gaat praten. En toen zei hij, weet je wat je moet doen? Hij zei, hij betrok het geloof erbij. Hij zei, je moet tegen je dochter zeggen, Allah heeft ons 2 oren gegeven en 1 mond. Dat betekent dus dat je meer moet luisteren dan moet te praten. Ja. Ik zei, waarom vertel je me dat pas op mijn 43? Ja. Dus ik probeer nu ook, ik heb me sinds die dag voorgenomen. Het is nu nog niet gelukt hier aan tafel, maar misschien omdat ik nu echt heel graag mijn verhaal wil delen. Ja. Maar ik wil echt minder praten en meer luisteren. Ja. Luisteren is nooit een van mijn sterkste punten geweest. Nee. Nou ja, ik bedoel... ja, ik vind het sowieso heel bijzonder om het feit dat je je verhaal hier ook met ons wilt delen. Ja, ik doe alles voor die 50 euro die ik me beloofd heb. Nee, het was maar 40. Nee, jongens, ik wil jullie echt allebei ontzettend bedanken voor jullie aanwezigheid. Ik wil nog 1 levensles meegeven aan Eli voordat we kappen. Ja, tuurlijk. Zeg Eli, als je dit allemaal hoort, mm-hmm, motiveert het je juist om nog meer je best te doen? Of denk je van, ja, misschien ga ik toch een ander vak zoeken? Nou, het motiveert me zeker wel, maar ik denk dat... wat jij ook zei over waarom je vader niet naar verzorgingstehuis wilde sturen. Zeg maar, je weet zelf van je ouders of zo wat hun gelukkig maakt. En ik denk dat je onbewust dat je wel... Je eigen omgeving blijven bedoel je toch? Ja, ja. Dat je daar wel naar streeft altijd. Dus ik denk ook al wil je zelf dingen, bijvoorbeeld dromen of doelen, dat je wel gewoon moet... combineren met wat je omgeving wil en wat goed is voor je omgeving. Want als je omgeving blij is, dan ben je zelf ook blij, uiteindelijk. Ja. Jij en je oma schelen 70 jaar. Zij is 70, zei je? 77, en ja. En jij bent 17. 17, ja. 60 jaar. 60 jaar. Uh-huh. Ja. Ik vind het knap dat je dat voor je oma doet. Dank je wel. Maar dat geldt ook voor jou. Wat ik voor zijn oma doe, ik heb nog niks voor zijn oma gedaan. Wat je voor mij vanzelfsprekend. Ja, maar goed, je hebt nu zelf ook een kind. Dat is heel bijzonder. Ik ga er ook vanuit dat jij hoopt dat mocht... we hopen het natuurlijk niet. Als jij wat ouder bent en misschien ook de verzorging nodig hebt... dat je dat ook kan verwachten van je dochter. Ik verwacht niks. Ik hoop dat ze het wel zullen willen doen. Maar niet zozeer verwachten, maar ik bedoel dat je dat hoopt. Weet je? Ik bedoel, het liefst hoop ik, als ik dan eerlijk mag zijn... gewoon echt eerlijk, dat ik doodga voordat ik verzorging nodig heb. Ja. Want ik wil niemand belasten tot met last, mijn zorg. Laten we hopen dat je nog heel lang leeft, Mimo. Inshallah. Jongens, ik wil jullie nogmaals bedanken voor jullie aanwezigheid. En jullie hele bijzondere verhalen. Want het zijn toch verhalen die best in de privésfeer hangen... maar ook gewoon best persoonlijk zijn. Ik wens jullie ook beide succes met alles wat jullie gaan doen. Jullie kunnen elkaar hierna nog even aanspreken. Ik hoop dat ik het nooit meer zie, man. Dit waren onze tafelgasten voor vandaag. Mijn naam is Abitunsi en dit was Lab 6.